Judith uit Erpenmeren vraagt zich af hoe ze haar haar snel kan opsteken. Ik ga vandaag 3 manieren tonen om je haar heel snel op te steken. Het eerste kapsel is een half opgestoken kapsel waarvoor je heel weinig nodig hebt. Eigenlijk enkel een paar schuifspeltjes en een product om wat textuur in je haar aan te brengen. Als eerste stap om je haar voor te bereiden op het kapsel mag je een beetje texturiserend product aanbrengen in je haar. Dat mag je doen vanaf de wortels en over heel de lengtes. Ga ervoor zorgen dat je haar iets stugger wordt waardoor het makkelijker op te steken is. De volgende stap is eigenlijk om je bovenste haarpartij te scheiden. Dat ga je doen met je vingers door een scheiding te maken tegen de hoofdhuid ongeveer ter hoogte van je slapen. En eens je achteraan bent mag je alle haren vastnemen en omhoog tillen. Neem de bovenste haarpartij vervolgens in één hand en twist het 1 keer. Hou het getwiste deel goed vast met 1 hand, zodat je met de andere hand schuifspeltjes horizontaal in de twist kunt steken, zodat alles mooi vast zit en de speltjes verdwijnen in je haar. Je kapsel is nu eigenlijk klaar, maar als je een extra touch wil, kan je in de losse lokken onderaan nog een paar krullen leggen met de krultang. Het tweede kapsel is een variant op de lage knot. Hiervoor heb je opnieuw heel weinig nodig. Een paar rekkertjes en schuifspeltjes volstaan. En ook een texturiserend product is handig om je haar opnieuw wat meer grip te geven voor je het gaat opsteken. Om te beginnen maak je eerst een lage paardenstaart aan 1 kant van je gezicht. Je mag zelf kiezen welke kant, maar als je een zijscheiding hebt, is het eigenlijk het mooiste om de staart te maken aan de tegenovergestelde kant van die scheiding. Vervolgens maak je net boven het elastiekje van je staart een gaatje met je vingers en je gaat nu je staart van bovenuit door dat gaatje trekken. Trek alles opnieuw goed aan, zodat je staart stevig tegen je hoofd zit. En nu is het tijd om de dot zelf te maken. Om te beginnen mag je eerst het loshangende deel van je haar een klein beetje tegenkammen. Zorg voor extra volume en stevigheid in je kapsel straks. Neem nu de puntjes van het loshangende deel van je kapsel vast. Steek ze door het gaatje waar je zo net de staart hebt doorgedraaid en speld vast met enkele schuifspeldjes. Je kan nog wat afwerken met een beetje haarlak en waar je hier en daar nog een opening ziet, kan je een extra schuifspeldje bijsteken. En ons laatste kapsel is de paardenstaart met een twist. Hiervoor heb je eigenlijk alleen 2 fijne rekkertjes nodig. We gaan dit kapsel maken in 2 makkelijke stappen. Je gaat je haar eigenlijk in 2 delen verdelen. Maak hiervoor een scheiding met je vingers langs je slapen en eindig laag op de kruin. Maak er een staartje van en duw vervolgens een gaatje net boven het rekkertje met je vinger, zodat je de staart er van onderuit kan doordraaien. Trek goed aan zodat de staart stevig tegen je hoofd zit. Neem de loshangende haren in je nek vast, verdeel ze in 2 en maak nu een tweede staartje net onder het eerste. Ook die tweede staartje ga je doordraaien langs bovenuit en heel goed aantrekken zodat alles mooi tegen je hoofd zit. Om dit kapsel af te werken kun je de haren net boven je elastiekje een klein beetje losser trekken om alles een nonchalante touch te geven. De loshangende lokken kun je gewoon zo laten of je kunt er met de krultang nog een paar krullen indraaien voor een extraatje. En dan nog een laatste tip. Gebruik matte schuifspeltjes en geen glanzende. De matten geven veel meer grip en zullen dus zorgen voor een veel steviger kapsel. Tot volgende keer!